Goedendag en welkom bij Privé TV. Zo zeg, dat was even verrassend nieuws afgelopen weekend. Carice van Houten zwanger. Nou, we willen natuurlijk alles weten. Wat zegt de ex en de zus en waar gaat ze bevallen? Is er al een naam en een geslacht? Bij mij in de studio Jan Uriot, want Jan, de paparazzi liggen al in de straat, hè? Ja, inderdaad, in de Jacob van Kampenstraat in Amsterdam, daar woont Carice. Ze is thuis. Ze is thuis, eventjes, zonder Kai Piers. En ze heeft ook al getweet over die paparazzi. Kijk, deze paparazzi voor de deur. Tot nu toe hebben ze alleen een mooie kiek van mijn vuilniszakken. Ahaha. Het rare is wel dat de fotograaf mij net belde en die zei... inderdaad, we hebben de vuilniszakken ook gefotografeerd... maar we hebben haar ook gefotografeerd dat zij in die vuilniszakken zit te graaien. Want ze is weer teruggekomen en toen heeft ze er weer wat uitgehaald. Ik weet niet wat, maar goed. Spannend allemaal, ja, dat dus horen we nog, dat die foto's. Dat is nou echt riooljournalistiek, zoals dat heet. Hè? Ja, ja. Zeker. Ja. Hé, maar wat een totale verrassing. Helemaal omdat we natuurlijk nog maar 4 maanden weten... dat zij samen zijn, überhaupt. Ja, ze zijn al langer met elkaar. Hè? Dus het is 4 maanden dat wij dat weten, precies. Maar ze zijn wel langer met elkaar. En het is ook opmerkelijk natuurlijk dat hij altijd geroepen heeft dat hij geen kinderen wilde. En dat hij is 18 jaar getrouwd geweest met Kate. Die kende hij al 35 jaar en er zijn nooit kinderen gekomen. Dus het lijkt erop dat het toch eigenlijk bij Kate lag, dat hij dat misschien niet wilde. Want hij wilde dat dus blijkbaar wel. Nou, dat is gewoon... heel leuk nieuws. Tuurlijk, totale verrassing. Hadden we het misschien stiekem al een beetje kunnen weten. Ik denk aan wijde kleding bijvoorbeeld. Nou ja, als je naar deze foto kijkt, dan zie je dat hij heel zomers erbij loopt. En zij loopt in de winterjas. Zat het gewoon koud? Maar dat wordt nou denk ik iets misschien wel verhuld. Je weet het dus eigenlijk niet. Belangrijke vraag is, waar gaat zij bevallen? Dat is wat ons bezighoudt. Ze woont dus in de wijk De Pijp in Amsterdam. Dan is het logisch dat je bevalt in het Onze Lieve Vrouwen gasthuis. Daar is half Amsterdam bevallen. Daar ben ik zelf 18 jaar geleden ook ter wereld gekomen. In dat bedje, daar heb je gelegen? Waarschijnlijk wel. Maar ja, als nou je man, je nieuwe man, $8 miljoen op zijn bankrekening hebt staan... dan is dit misschien iets te armoedig. Het kan chiquer. Het kan chiquer, ja. In Hollywood, Los Angeles bijvoorbeeld, daar hebben ze dit. Hier is Kim Kardashian bevallen. Hier zie je dus in de verte zie je een douche. Het is een soort huiskamertje bijvoorbeeld. Het is een 3-kamer appartement. Zo. Ja, $3000 kost dat. En dan kun je lekker op een rustige manier bevallen. En dat is aannemelijker dat ze dat dus gaat doen. Want we hebben vrijdag hier toevallig nog ook over Carice gehad. Maar toen over de verdiensten van de cast van Game of Thrones. Ja. Toen heb jij gezegd, nou, die moet al lang miljonair zijn. Dus ze heeft zelf ook hier geld genoeg voor. Ja, dit kan ze zelf ook betalen. Ja. En Kai heeft natuurlijk ook heel veel geld. Andere reden is dat in Amerika zijn ze wat makkelijker met behandelingen. Een ruggenprik krijg je iets sneller voor elkaar dan in Nederland bijvoorbeeld. Lachgas wordt sneller toegediend dan dat in Nederland wordt toegediend. Ja. Dus het is misschien toch wel handiger dat ze het daar ter wereld laat komen, het kindje. Jij zet je geld op Amerika dus? Dat lijkt mij aannemelijk. Weten we al een beetje wanneer ze is uitgerekend? Het is moeilijk te zeggen, want ze doen er zelf geen uitspraak over. Er wordt gesproken over september. Zou zomaar kunnen. Ook in die maand. Wat zeg je? Dan wordt ze 40. Dan wordt ze 40, ja. En dan is het allemaal toch nog gelukt voor die 40ste. Ja, fijn, hè? Ja, ik denk alleen dat de honden van hem de deur uit moeten. Wat dan? Ja, hij heeft 2 honden. Ja, Zipper en Zulu heten de hondjes. En zij is allergisch voor hondenharen. En ik denk nou niet dat dat handig is als je zwanger bent, dat je de hele dag loopt te niezen. Dus ik denk dat die honden maar de deur uit moeten. En met kijk, zo'n kind misschien is dit, doen. Ja, misschien is hier ook wel opgezwollen van de hondenharen. Je weet het niet. Dankjewel, Jan. Okay. We zijn weer helemaal bij. Ja. Jan Uriot was dat. En dit was Privé TV. Meer nieuws en filmpjes natuurlijk op privé.nl. Graag tot morgen. Dag.